Seasonic. De beste voedingen volgens toonaangevende techsites in heel Europa, waaronder hardware.info. Vandaag de wat ons betreft beste keuze als projector voor je 4K thuisbioscoop. Welkom bij Hardinfo TV. We gaan het vandaag hebben over een projector van Epson. Het is de EHTW7400, de opvolger van de EHTW7300. Maar bovenal is het een semi-betaalbare 4K upscaling projector, die in ieder geval wat ons betreft een interessante keuze is. Nou, laten we maar eens even beginnen bij het begin. 4K upscaling. Dat betekent dus een 4K projector, maar ook niet echt. Nee, want we hebben het er al eerder over gehad. We hebben ook voorlopers van dit apparaat en andere 4K upscaling projectoren al in de HWI TV besproken. Waar het heel in het kort op neerkomt is dat het paneel wat erin zit is full HD. Maar door pixels snel achter elkaar te tonen en daarbij de tweede keer iets te verplaatsen door in het lenspad iets te wijzigen. Ja. Krijg je dus feitelijk een dubbel beeld wat in resolutie in de buurt komt van 4K. En omdat met name videobeelden waar zo'n projector als dit voor bedoeld is, nooit helemaal de volledige resolutie van 4K, dus nooit elke pixel is echt apart gestoken scherp, komt het in de praktijk heel dicht in de buurt van een echte 4K projector. Ja, want hier intern sta jij, excusez-le-mo, toch wel bekend als de pixelneuker. Ja. En jij zegt van, ik vind dit gewoon er echt gewoon prima uitzien, zo'n upscaling effect. Het verschil tussen dat en echt 4K is bijna niet te zien. Bij films niet. Ga je de Windows desktop tonen met hele kleine fonts, ja, dan zie je wel dat het niet helemaal de volledige scherpte heeft. Maar echt bij video en ook bijvoorbeeld bij videogames is het echt geen issue. En het voelt een beetje als een second best optie. Is het misschien ook wel. Maar laten we eerlijk zijn, want laten we maar eens even voor de prijzen beginnen. Echte 4K projectors, daar kun je bijna een tweede hypotheek voor op je huis nemen. Ja, nou dat begint boven de €5000 als je echt een goede wil. En naar veel meer geld nog zelfs. Dit apparaat kost adviesprijs van Epson is €2500. We zien hem in de praktijk voor €2000. Dat is ook nog steeds echt een hoop geld. En je kan ook goedkopere 4K upscaling projectoren dan deze kopen. Maar het fijne aan deze projector, als wij hem doormeten, is dat die gewoon echt, hij klopt aan alle kanten. Dus de beeldkwaliteit is gewoon heel erg goed. Ja, en dat heeft er alles mee te maken dat deze projector geen DLP is, maar met drie daadwerkelijk losse LCD-schermpjes intern werkt voor de drie verschillende kleuren. Nou, misschien weer heel eventjes naar de theorie. DLP, dat is een projector waar eigenlijk achter elkaar de drie primaire kleuren worden geprojecteerd. Rood, groen en blauw. Dat gebeurt zo snel dat je het eigenlijk, de meeste mensen hebben het, zien dat niet. Sommige mensen zien dat wel een beetje door hun wimpers heen, het zogenaamde rainbow effect. Ja. Maar dat betekent wel dat er nog wel wat artefacten zijn en dat de totale lichtopbrengst redelijk beperkt is, omdat ja, het is projecteren, even weer uit, dan de volgende kleur, dan weer projecteren en zo verder. Ja, je hebt wel DLP-projectoren die heel helder zijn, met name door in het kleurenwiel, wat dus zorgt voor die snel wisselende kleuren, door daar ook een wit segment in te stoppen. Nadeel daarvan is dan weer dat eigenlijk de kleurbalans, dus de withelderheid ten opzichte van de kleurhelderheid, niet meer klopt. Ja. Nou, het grootste nadeel echt van die betaalbare DLP upscaling projectoren, waar je deze mee kan vergelijken, is dat het zwartniveau daarvan heel slecht is. Dus zwart is gewoon grijs. En wat je ook vaak ziet is dat kleine details in donkere delen van het beeld bij dat soort projectoren eigenlijk compleet verloren gaan. Zelfs al dim je het licht in je kamer helemaal, heb je een hele bak grijs als je naar een nachtscène kijkt, maar nauwelijks iets van detail net boven dat grijs. En dat is zeker voor mensen die van ultieme beeldkwaliteit houden, is dat gewoon niet ideaal. Zit je in een verlichte ruimte, maakt dat niet zoveel uit, maar voor home cinema is dat eigenlijk gewoon dodelijk. En dan is dit dus een echte projector, één beeldbron, dankzij een prisma wordt dat eigenlijk door tegelijkertijd door drie LCD-schermpjes geloodst voor die drie primaire kleuren. Dan komt het licht weer bij elkaar. En dit is eigenlijk hoe je wilt dat een projector werkt. Dit is een wat duurdere technologie. Maar hier dan met, nogmaals, je zei het al, dat met dat bedrag van €2000 op zijn minst semi-betaalbaar. Ja, en het grote voordeel hiervan is dan dat het contrast, want het contrast is niet perfect. Natuurlijk zijn, Epson heeft ook duurdere projectoren en er zijn ook andere technologieën die nog weer beter zijn. Het contrast hiervan is gewoon vrij goed. De helderheid van de projector is hoog en ook het zwart is redelijk in orde. Je moet er nagaan, als wij het projecteren op een vierkante meter, dan zit je op een zwart niveau van ongeveer 0,2 candela per vierkante meter. Dat is voor een monitor heel hoog, voor een projector is dat prima. En daardoor is het contrast komt gewoon heel lekker over. En ook de kleurkwaliteit, de kleurweergave en de nauwkeurigheid daarvan is heel erg goed. Ja, nou, dan gaan we daar nog even in detail bekijken. Maar we kunt wel zeggen, voor ruwweg dit bedrag, voor zo'n €2000, is dit de projector met de beste beeldkwaliteit die wij in ieder geval op dit moment kennen. Ja, zeker voor home cinema gebruikt. Ja. Dus wil je gamen en zit je niet in een verduisterde ruimte, dan kan je allerlei andere afwegingen maken. Maar gaat het je om film en tv kijken in een donkere ruimte, is dit wat mij betreft de beste apparaat. Ja. Nu zien we op de projector hierboven de sticker met alle dingen die kan. Een van de termen die we er zien staan is HDR, High Dynamic Range. Kennen we natuurlijk van nieuwste generatie televisies en monitoren.
En bij projectoren denken we altijd van, ja, hoe HDR kan een projector zijn? Want er komt al een bak licht uit, het kan niet heel veel meer worden. Nee, en absoluut gezien is het in vergelijking met televisies, ja, er komt een bak licht uit, maar absoluut gezien is het niet zoveel als een high-end televisie. Dus als je het vergelijkt in candela's, dan moet je denken dat als je op een groot scherm zit, dat dit eigenlijk onder de 100 candela blijft en in sommige gevallen zelfs minder is. Ja, en HDR, bij een televisie eigenlijk 600 of 800, misschien wel 1000. Ja, piek inderdaad, wat je zegt, tot 1000 of hoger bij sommige zelfs. Ja. Dat is bij projectoren dus niet zo. Hij kan HDR weergeven, maar je hebt nooit echt het HDR-effect zoals je dat van televisies hebt. En daar hebben we het ook eerder over gehad. Projectoren, nieuwe generaties kunnen HDR, maar verwacht niet hetzelfde wow-effect als van televisies. Ja, en dan zitten we toch met dit ding met één issuetje. Want of het nou echt HDR is wat je ziet daar gelaten, het erin krijgen van een HDR-signaal is nog wel een dingetje. Ja, want dat zagen we ook bij die vorige generatie apps en projectoren. De HDMI-interface is niet de volledige 18 gigabit die bij HDMI 2.0 AB beschikbaar is. Ja. Het is 11 gigabit per seconde ongeveer. Wat betekent dat bijvoorbeeld 4K 60 kan er niet in. Maar ook sommige signalen met een lagere verkensingsfrequentie, maar met hoge bitrates, met hoge bitdiepte, wat vaak voor HDR wordt gebruikt, werkt niet altijd. Dus niet in combinatie met alle bronnen krijg je hier lekker HDR beeld in. En soms zegt hij dus ook gewoon, ja, kan geen signaal weergeven. Bijvoorbeeld bij delen van onze testapparatuur die 4K 60 weergeven, kan deze dus gewoon geen signaal daarvan weergeven. Maar als je je Blu-ray speler HDR uitzet, dan werkt het dus wel altijd. En nogmaals, aan of uit, het verschil zou bijna niet zichtbaar zijn. Ja, bij Blu-ray is bovendien vaak 24p en dat werkt dan weer wel. Maar in combinatie met bijvoorbeeld een Shieldbox, dan werken niet alle HDR-normen bijvoorbeeld. Ja. Het is dus de opvolger van die 7300, dat was ook al een aardig ding. Eigenlijk zijn het maar kleine verschillen tussen de 7300 en de nieuwe. Ja, het contrast is iets hoger, de helderheid is iets hoger. Hij heeft dus nog wel hetzelfde chassis. Epson komt begin volgend jaar, dat wordt waarschijnlijk januari, ook met een opvolger van de 9300, wat de 9400 wordt. Ja. Die hebben we op IPFA gezien en die heeft wel een compleet nieuw chassis, als in de interface die erin zit. En die kan dus ook wel met volledige HDMI-bandbreedte overweg. Maar dat is natuurlijk wel echt de prijsklasse hoger. Ja, die gaat denk ik zo'n 500 tot 700 euro meer kosten dan dit apparaat. Ja. Maar daarmee kan je dus wel alle smaken 4K weergeven en ook alle smaken HDR. En dan is de lens ook nog even van belang, de zogenaamde motorlens. Ja, dat is wel echt fijn aan LCD-projectoren. Je hebt vaak sowieso een veel groter zoombereik, 2,1 keer in dit geval. Dus dat betekent dat je veel keuze hebt om het beeld groter of kleiner te maken. Het is een compleet gemotoriseerde lens, dus je kan hem ook automatisch omhoog en omlaag verschuiven en automatisch met de afstandsbediening scherpstellen. En je kan ook zogenaamde lens presets instellen. Dus je kan voor 2,35 staat dat één voor CinemaScope een andere lens preset maken dan voor 16:9 beeld, waarmee je met één druk op de knop kan wisselen, bijvoorbeeld van zoom. En dan hoef je niet zelf te gaan draaien, dat is gewoon letterlijk een knop op de afstand. En dat werkt heel goed, want het mechanisme is heel nauwkeurig. We zeiden altijd dat de beeldkwaliteit goed is, laten we dan nog heel eventjes wat cijfers op plakken. Hier onze testresultaten. Ja, en de grap is, hij heeft verschillende modi uiteraard, zoals de meeste projectoren. En in de cinema modi, dan zit er ook een speciaal kleurfilter in, wat ervoor zorgt dat het kleurbereik toeneemt. Hij haalt bijna DCI-P3, dus dat grotere kleurbereik wat op Blu-ray wordt gebruikt. Ja. De grap is alleen dat je dat voor SDR eigenlijk niet wil gebruiken, want zodra je die cinema modi kiest, gaat hij dus altijd alles in dat grote kleurbereik weergeven. Dus deze SDR-metingen die je ziet, hebben wij dus ook gedaan in de natural stand, zoals die heet. Dat levert eigenlijk betere resultaten. Nou, je ziet het hier al, het grijs verloop. Ik zei het al, in deze stand haalt hij dan een maximale helderheid van 440 candela, geprojecteerd op een vierkante meter met een minimum van 0,5. Er zijn ook beeldmodi waarin hij wat minder helder gaat en dan kom je op die 0,2 waar ik het net over had. Ja. Contrast komt neer op ongeveer 900 tot 1200 staat dat 1 afhankelijk van de meting. En voor een projector is dat gewoon echt goed. Ja, en nogmaals, zeker als je bekijkt, denk dat dit een 4K upscaling is voor maar 2000 euro. Ja. In vergelijking met de DLB projectoren. In dit prijssegment is het echt heel erg goed. Heel veel beter, ja zeker. Ja. Nou, dan hebben we hier nog heel eventjes nog iets meer ingezoomd. Dat verschil tussen die natural stand, die eigenlijk beter is voor SDR, en die cinema stand die dan weer beter is voor HDR. Ja, want hierboven zie je een gemeten in de cinema stand, onder in de natural stand, allebei met een SDR beeldsource. En je ziet gewoon dat op het moment dat je hem in de cinema stand staat, dan wordt het kleurbereik eigenlijk te groot. Dus groen wordt te groen, rood wordt te rood, blauw wordt iets te blauw. De puntjes zitten die zouden in de vierkantjes moeten zitten, maar zitten daar ver buiten. Ja, en je ziet daar dus ook dat de delta E's eigenlijk relatief wat hoog zijn. Zet je hem in die natural stand, dan zie je dat het eigenlijk veel meer over elkaar valt. Krijg je veel lagere delta E's. En je ziet dus ook dat de kleurverzadiging, dat zie je aan die vakjes hier zo, die komt veel beter overeen met wat er verwacht wordt. Terwijl hier zie je dat die primaire en secundaire kleuren zijn gewoon te verzadigd. Ja.
En dan is de vorige test gebaseerd op een beperkt aantal primaire kleuren. We doen ook nog een uitgebreidere test met, nou weet ik wel het hoeveel, allemaal secundaire, allemaal extra kleuren en veel voorkomende kleuren. Eigenlijk dit plaatje geeft al aan hoe goed de projector is. En idealiter zouden alle bolletjes precies in de vierkantjes moeten zitten. Ja, en hier, dit is de color checker zoals die heet. Daar zit wat grijs verlopen in. Daar zitten heel veel voorkomende kleuren in, zoals huidtinten. Nou, doet een apparaat in weergever het in deze test goed, kun je eigenlijk wel zeggen dat het klopt. En je ziet hier gemiddelde delta E van 3,2. Dat is echt gewoon helemaal prima. Ja, nogmaals. Dat zien we in ieder geval in dit prijssegment en 4K eigenlijk zelden tot nooit. Nee, en zeker als je dus iets goedkoper gaat, want er zijn goedkopere 4K projectoren. Ja. Dat DLP-segment waar we het net over hadden, vanaf net iets meer dan 1000 euro kan je terecht. Dan kom je gewoon niet aan deze beeldkwaliteit. Ja. En nogmaals, HDR hebben we niet tot in het grootste detail doorgemeten. Maar daar zeg ik al van, het draagt eigenlijk zo bij projectors zo weinig toe. Dat waarom zou je het eigenlijk willen gebruiken? Het toe. Je ziet dus wel, hij heeft dat grotere kleurbereik. Dus dat is wel echt, dat is een reden om bijvoorbeeld wel een HDR-bron weer te geven. Want je hebt dus wel dat DCP3 kleurbereik. En dat gaat hij dus ook echt daadwerkelijk weer geven. Dat gaat hij goed weer geven, dat doet hij ook netjes. Maar verwacht dus niet die extra helderheid zoals bij televisies. Duidelijk. Tot zover HoutTV TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.